Ach ja, het is een leuke mok natuurlijk, maar dit is een nog leukere mok. Zie je het verschil? Je hoort het niet, maar je ziet het wel, namelijk oom met OHM. En dat heeft te maken met deze natuurkundige. Dit is meneer Oom uit Duitsland en die heeft alles te maken met de weerstand. Zullen we eens kijken wat hij nog meer te bieden heeft. Kijk, we beginnen weer met een batterijtje en op het batterijtje doen we dus een keer geen lamp of lampje, maar een kokertje. En dat kokertje, dat noemen we een geleider. Daar gaat gewoon stroom doorheen. Het kan stroom geleiden. Gaan we niet met tekeningetjes werken, hoewel dat misschien wel leuk is, maar praktisch is het niet. We gaan werken met symbolen. Batterij, die heb je al een keer eerder gezien. En voor een geleider is het een klein rechthoekje. Een geleider, dat noemen we ook wel eens gewoon een weerstand. Dan hebben we die naam ook meteen maar weer gehad. Goed, een batterij dus, stel je voor 4 volt. En dan gaat er een stroom lopen en de stroom gaat lopen van plus naar min. Dat is de afspraak, zoals je weet. Stiekem gaan de elektronen natuurlijk de andere kant op, maar stroomrichting is van plus naar min. En er gaat een stroom lopen en dat is de stroomsterkte en dat wordt uitgedrukt in ampère. En in dit geval is de stroomsterkte 200 milliampère, maar let op, milliampère. We gaan zo meteen natuurlijk wel naar ampères doen, dus 200 milliampère is 0,2 ampère. De stroomsterkte is overal 200 milliampère, dus hier is hij 200 milliampère, daar 200 milliampère, daar 200 milliampère, hier 200 milliampère. Sterker nog, zelfs in de batterij loopt een stroom van 200 milliampère, overal in de hele stroomsterkte. Met de spanning. De spanning is aan de rechterkant 4 volt. En overal hier is hij 4 volt. En in de geleider, daar gebeurt het. In de geleider gaat hij van 4 volt naar 0 volt. En hier is hij weer overal 0 volt. Stel je voor, we gaan de spanning vergroten van 4 naar 8 volt. Dan zul je zien dat de stroomsterkte ook twee keer zo groot wordt. Dus spanning twee keer zo groot, stroomsterkte twee keer zo groot. En ook drie keer zo groot de spanning, dan wordt I, de stroomsterkte, ook drie keer zo groot. En dat kunnen we ook doen met precies vier keer zo groot. Oftewel, als we dat even mooi op een rijtje zetten, dan zie je dus dat de spanning en de stroomsterkte, die zijn recht evenredig met elkaar. Als U twee keer zo groot wordt, wordt I ook twee keer zo groot. Wordt U drie keer zo groot, dan wordt I ook drie keer zo groot. En als je dus met een rechte evenredigheid ze op elkaar gaat delen, dan blijkt dat dus U gedeeld door I altijd een constant getal is. U gedeeld door I is altijd hetzelfde getal. En dat kun je ook weer mooi zien in een grafiekje. Ja, een mooie rechte lijn door de oorsprong. Dat betekent dus dat U en I recht evenredig met elkaar zijn. En die constante, dat is de weerstand van de geleider. De weerstand van de geleider, dat is de constante. En je kunt de weerstand omschrijven als van, hey, die geeft aan hoe sterk de stroomsterkte wordt tegengehouden. Een hoge weerstand betekent dus dat de stroomsterkte sterk wordt tegengehouden. Je krijgt dus een lage stroomsterkte. Het symbool voor de weerstand is de hoofdletter R. Dat is van het Engelse woord resistance. En de eenheid is ohm. Ja, ohm. Let op, niet OOM, maar OHM. Hoe kun je de weerstand berekenen? Wel, dat was die constante U gedeeld door I die we zo net hebben gedaan. Ja, waarbij dus U de spanning is in volt. I is de stroomsterkte. Let op, in ampère, niet in milliampère dus, maar het moet in ampère. En dan krijg je tenslotte de weerstand. En dat is in ohm. En kijk,
Dit is weer meneer Oom. Ja, die heeft dus hier onderzoek aan gedaan. Oké, eventjes een paar korte oefeningetjes achter elkaar. Stel je voor, je hebt een batterij, 24 volt. Je meet een stroomsterkte van 800 mA. Hoe groot is dan de weerstand die hier is geschakeld? Eventjes voor jezelf. Ja, ik wacht even, althans, druk even op pauze. Ik ga wel eens gewoon verder natuurlijk, maar druk even op pauze. Bereken even R. Oké. R is U gedeeld door I. Ja, het enige waar je goed op moet letten is dus dat je I invult in amperes, dus gedeeld door 0,8. En dan krijg je als antwoord 30 ohm. Oké, goed. Voorbeeld 2. De spanning is nu gegeven, alweer gegeven, 40 volt. Maar nu in plaats van de stroomsterkte weet ik de weerstand. De weerstand is 10 kilo ohm. Hoe groot is de stroomsterkte? Klik even weer op pauze om het zelf uit te vogelen. R is U gedeeld door I. Dus hoe groot is I dan? Dan is I U gedeeld door R. Je kunt voor U gewoon 40 invullen. En let op, voor R, het moet in ohm worden ingevuld. Dus 10 kilo ohm is 10.000 ohm. Want de kilo staat voor 1000. Dit uitrekenen is 0,004. Vergeet niet de laatste 0 ook erbij te zetten in verband met de significantie. En in plaats van 0,004 kun je natuurlijk beter opschrijven 4 mA en 4,0 vanwege de significantie. Oké, voorbeeld 3. Gevraagd wordt nu, wat is de spanning als je weet dat de weerstand 23 ohm is en de stroomsterkte is 10 ampère? Even op de pauzeknop. Oké, als R is U gedeeld door I, dan is dus U gelijk aan I maal R. Ampère en ohm staat mooi gegeven, dus ik kan het rechtstreeks invullen. 10 maal 23 is 230 volt, maar in verband met significantie natuurlijk 2,3 keer 10 tot de macht 2. En ik hoop dat je het ziet van hey, 230 volt, dat is inderdaad precies gelijk aan de netspanning. Oké. We hebben zo net zo'n mooi kokertje gehad. We kunnen natuurlijk ook toch nog weer een lampje erbij doen. Ja, dus in plaats van een kokertje krijgen we dan hier een lampje. Stroomsterkte loopt en ik heb alles meteen opgeschreven. En het blijkt dus dat als je een lampje doet, dat dan U gedeeld door I niet een constant getal is. Die varieert iedere keer. Dus ja, die constante, dat is niet voor iedere geleider. Ja, een lampje is natuurlijk ook een geleider. Dus je mag niet altijd zomaar uitgaan dat U gedeeld door I constant is. Nee, dat geldt alleen voor zogenaamde ohmse weerstanden. Ja, een ohmse weerstand, daarvoor geldt dat U gedeeld door I constant is. Dus dat dan de weerstand altijd constant is. En een lampje is dat in ieder geval zeker niet. Tot slot kijken we nog eventjes naar twee situaties waarbij de opbrengst hetzelfde is. Ik bedoel, je hebt hier een lichtje op 230 volt en hier een lichtje op 12 volt. En stel je nou voor, beide situaties is de lichtopbrengst hetzelfde. Dat betekent dus dat de prestatie links en rechts gelijk is, oftewel het vermogen is links en rechts gelijk. Nou, vermogen P is, ik hoop dat je nog weet, P is U keer I. Spanning keer stroomsterkte. Maar de spanning, die is dus bij de auto lager. Dat betekent dus dat als het vermogen gelijk is, dan moet je dus bij zo'n autolamp een veel grotere stroomsterkte hebben. Dus in een rechtergeval heb je een veel grotere stroomsterkte. Dat is vermogen. Nu kijken we eventjes naar weerstand. Wet van Ohm. R is U gedeeld door I. U, de spanning, die is dus, hebben we al gezegd, lager. Maar niet alleen is U lager,
We hebben zo net gezien dus dat i hoger is. Nou, betekent dus dat u lager is. Je deelt door een hoger getal. Dat betekent dus dat de weerstand vele malen lager is dan bij de linker situatie. Ja, en dan zie je dus, hè, als de spanning laag is, maar je hebt eenzelfde hoeveelheid vermogen, dan zal dus, behalve grotere stroomsterkte, er ook een veel lagere weerstand zijn. Tja, dat is wel weer mooi geweest zo. Ja, was wel een lange presentatie, dacht ik. Wat kunnen we daaraan doen? Nou, let op, wijze les. Precies. Ik zou zeggen van, doe het en tot de volgende keer.